Mijn naam is Jesse, ik ben 13 jaar oud en ik organiseer vandaag tuners en supercars. Het is al vroeg druk op het Marktplein in Valkenswaard. Er staan een beetje van auto's in de rij. Jesse heeft ervoor gezorgd dat er vandaag veel getunede auto's en supercars bij elkaar komen. Vandaag verwacht ik 124 auto's. Ik vind het gewoon zo vet dat allemaal bij elkaar staat. En het is gewoon ja, een beetje het leuke type auto. Het is niet te duur en wel heel mooi. Maar niet elke auto is welkom. Jesse, wat vind je ervan? Nou, het is natuurlijk wel een mooie auto, maar het is geen supercar. Oh. Nee. Supercars en tuners, dat is wel even een andere categorie. Het zijn vooral sportieve auto's waar ook aan gesleuteld is. Dit is een supercar omdat hij ligt laag op de grond, dus hij is ook sneller. De spoiler achterop en natuurlijk ligt er een zwaardere motor in. Nou, dit is een tuner omdat de voorkant is aangepast, de wielen zijn aangepast en achterop zit nog een spoiler. De meeste van al deze auto's zijn wel duur. Als je ze nieuw wil kopen, heb je veel geld nodig. Zoals bijvoorbeeld deze Ferrari, bijna 300.000 euro. En deze McLaren zelfs 440.000 euro. Al die auto's die trekken veel autospotters en liefhebbers. Ook kinderen. De ene is tuner en de andere is supercar. Ja, dat is gewoon heel gaaf allemaal. Mooie auto's en het is leuk om naar te kijken. Je ziet hier de achterkant van de BMW hier achter ons. Mercedes AMG GTR Pro, denk ik. Een soort van bodykit die erop zit, vind ik ook ja, heel gaaf uitzien. De auto's zijn gewoon heel mooi. Het is het tweede jaar dat Jesse dit organiseert. Via social media heeft hij contact gekregen met alle auto-eigenaren. In de toekomst wil hij dit nog vaker doen. En dan hoopt hij er ook ooit met zijn eigen auto tussen te staan. Audi RS6 opt-echt, dat is zeg maar een Audi RS6 en dan spaarstap zo. Wordt wel nog even sparen, denk ik. Denk het wel, ja.